Vandaag ben ik bij Deborah. En Deborah die is diëtiste. En niet zomaar diëtiste. Jullie hebben haar al eerder gezien namelijk. En wel op Debro bij het crossen. Dus ook een ruiter. Zij weet heel veel over eten. Nou, zullen jij en ik misschien wel hier en daar niet helemaal precies weten wat we moeten eten. Dat weet zij wel. Dus ze heeft een aantal dingen voor ons uitgezocht en bekeken. En hier komen een aantal tips. Wij ruiters zijn heel goed in het bepalen van wat is nou goed eten voor mijn paard. Maar daarin vergeten we onszelf eigenlijk wel eens een beetje. Ja, ik wel. Want hoe vaak belanden we wel niet in die kantine met dat patatje of dat broodje kroket, omdat het gewoon lekker makkelijk is. Maar voor ons paard willen we eigenlijk altijd zorgen dat hij het goede eten heeft, zodat hij niet te dik wordt. Nou, daar heb ik eigenlijk een beetje nagedacht van, goh, wat is nou handig om te eten voordat je gaat rijden? Want stel nou dat je naar de manege gaat en je hebt honger. Nou, ja. Wat doe je dan? Ik heb toch maar honger. Ja, ja. Ja, want ik wil wel gewoon gezond eten. Ja, precies. Dus eigenlijk zou je dan thuis moeten bedenken van, goh, misschien is het wel etenstijd zo'n beetje. Dus laat ik een stuk fruit meenemen of een boterham, zodat ik geen honger heb als ik op mijn paard stap. En wat doe je dan op je boterham? Want ik neem aan dat je dan niet bedoelt een boterham met hagelslag. Als jij daar trek in hebt, mag je even mijn beste boterham met hagelslag. Ja, want die boterham met hagelslag is toch nog steeds veel beter dan dat patatje of dat broodje kroket. Dat is waar. Ja, maar of een boterham met kaas of met worst, maar net waar je trek in hebt. Dat is wel makkelijk dan. Ja, oké. Okay. Ja. Stel nou dat je na je warme maaltijd naar de manege gaat, dus na het avondeten. Dan moet je zorgen dat je niet korter dan 2 uur voordat je op je paard stapt eet. Want anders krijg je altijd zo pijn in je zij hier, je mond. Want je lichaam kan maar 1 ding tegelijk. Of eten verbranden, of zorgen dat jij van paard rijdt. Oké, dus als ik mijn bord macaroni achter mijn kies heb geschoven, dan moet ik dus niet gelijk op mijn paard stappen, maar eigenlijk even 2 uur wachten. Ja, precies. Oké. Ja. En als ik nou klaar ben, want als ik dan om 6 uur gegeten heb, om 8 uur ga rijden, dan ben ik om 1 uur of 10 een keer klaar. Maar dan heb ik wel honger. Ja, ja, als het goed is heb je dan honger, want dan heb je fanatiek gesport. En dan vraagt je lichaam alweer om een beetje extra energie. En wat stoppen we er dan in? Ja, ook dan zou je weer een stuk fruit kunnen eten. Of misschien toch nog een boterhammetje als je heel erg honger hebt. Of iets van een bakje yoghurt als je thuis komt. Met een beetje muesli of nog een stuk fruit erdoorheen. Of iets van een beetje chocomel. Misty of Optimal. Nou, laten we even alle merken opnoemen. dat mag allemaal. Want wat ik opnoem zijn zuivelproducten. En daar zitten eiwitten in. En als jij gesport hebt, dan willen je spieren heel graag eiwitten, zodat je geen spierpijn krijgt. En die suiker dan in die fristi en de chocomel? Die valt best wel mee. Echt? Ja. Die valt mee? Heb je het gehoord? Serieus? Ja. Ja, want ook als je sport heeft je lichaam weer een beetje suiker nodig om spieren op te kunnen bouwen. Dus de combinatie van suiker, vocht en eiwitten zorgt ervoor dat jouw spier heel blij wordt. Goed, ik mag chocomel. Ja. En tijdens het paardrijden ben je waarschijnlijk een beetje aan het zweten geweest. Tenminste, ik altijd wel, dat je cap zo lekker nat is en zo. Dan wil je lichaam heel graag vocht. Ja. Dat is gewoon water. En dan niet die gele AA, hè, die we overal kunnen krijgen. Want die AA, dat is gewoon alleen maar suikerklontjes wat je aan het drinken bent. En dan worden we weer wat zwaarder. En we willen niet te zwaar worden, want ook mijn paard mag niet te zwaar zijn. Dus ik zelf ook niet. Nou ja, ik heb ergens een keer gelezen dat je beter niet meer dan 20% van het gewicht van je paard kunt wegen. Dan zal het vast niet voor elk paard gelden, want dat is natuurlijk het meest gehoorde. Ja, maar een Shetlander kan meer hebben. Ja. En ja, maar een Tinker kan meer hebben. Ja, dat geloof ik. Maar nu zeg ik ook ja, maar volgens mij is het toch niet heel gezond om meer te wegen dan 20% van je paard. En bij een pony mag je dan ook wel best zwaar zijn hoor. Dus ik hou me toch maar aan die 20% beter. Ja, precies. Ja. Want je bent een team, hè? Met paard en een ruiter. Dus je moet allebei zorgen dat je op het juiste gewicht blijft. Ja, goed. Heb je nog een tip? Tijdens het rijden, als het nou heel warm is, dan heb je wel eens dorst. Hè? Ik kan me wel voorstellen dat je dan zeker als je een wat langere rit aan het maken bent, dat je dan dorst krijgt. Nou, wat drink je dan? Gewoon water. Of misschien water met een beetje siroop. En als het nou echt heel erg warm is, mag je tijdens het rijden best wel een beetje suiker. En dan kan je denken aan bijvoorbeeld de witte AA. En wat is dan het verschil tussen de witte AA en de gele AA? Nou, die witte AA die lijkt qua samenstelling op wat wij in onze cel hebben aan celvocht. Dus daar kan je lichaam direct iets mee. Daar kan hij gelijk zorgen dat de suiker op de goede plek komt, zodat jouw spieren sterk blijven. Okay. En die gele AA die is heel hoog in suiker en die lijkt helemaal niet op onze celstof. Dus daar moet je lichaam heel veel mee doen voordat je er iets aan hebt. Okay. En eigenlijk zit daar gewoon veel te veel in, waardoor je dus te zwaar wordt uiteindelijk. Dus uiteindelijk kan je die witte AA eigenlijk wel drinken,
Maar die gele kan je dan beter laten staan. Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Nou, mooi. Dus ik niet. Ja, weer wat geleerd. Nou, zei ik net dat eiwitten heel belangrijk zijn, hè, voor als je gesport hebt. Ja. Want als wij onze paarden, als ze klaar zijn, zijn ze op stal, krijgen ze iets van muesli met eiwitten, zodat ze goede spieren kunnen kweken. Als je in de sportschool kijkt, dan zijn er heel vaak van die bodybuilders met gewichten bezig. Dat is eigenlijk wat wij ook van ons paard vragen. Ja. Alleen die bodybuilders gaan daarna aan de eiwitshakes. Ik geloof je. Eiwitshakes zijn een beetje hip, want die denk, vaak is de gedachte, als ik veel eiwitten eet, dan krijg ik grote spieren en word ik alleen maar sterker van. Alleen als je te weinig gebruik maakt van die spieren en te veel shakes, dan worden die shakes alsnog omgezet naar vet, waardoor je eigenlijk gewoon er niks aan hebt. Oké. Okay. Dus die eiwitshakes, ik zou ze lekker laten staan en kiezen voor die chocomel of die fris. Oké. Okay. Nou weet ik niet, volgens mij hebben we dat ook gewoon niet. Is het in de ruitenwereld ook niet heel normaal om eiwitshakes te nemen? Nee, maar ja, je ziet ze wel eens langskomen. Het is natuurlijk wel hip, maar het is dus niet nodig. Nee, absoluut niet. Nee. Dan hebben we natuurlijk nog de vraag van elke vader, want die vindt paardrijden helemaal geen sport. Is paardrijden dan wel een sport? Paardrijden is zeker een sport. Ja, want heeft die vader wel eens op een paard gezeten? Ja, dat doen ze natuurlijk niet, maar paardrijden is alleen een beetje zitten. Dus hoeveel verbrand je er dan ongeveer mee, weet je dat? Ja, paardrijden verbrand je ongeveer hetzelfde als dat je niet wandelt en niet hard loopt daartussenin. Jogt? Ja, zoiets. Oké, dus een uurtje joggen. Ja, het is een beetje hetzelfde als paardrijden. En natuurlijk ligt het een beetje aan wat je doet qua paardrijden. Kijk, ben je in de bak aan het stappen met een lange teugel, dan verbrand je denk ik evenveel als dat je gewoon aan het wandelen bent. Ja, maar ga je in volle galop over een hindernis heen, dan verbrand je denk ik wel net zoveel als dat je echt heel erg hard aan het lopen bent. Precies, dan verbrand je wel weer wat meer. En ik in ieder geval wel. Daarbij heb je natuurlijk nog het borstelen, het zadelen, het mesten van je stal. Ook dat verbrand je calorieën mee. Ja, dus paardrijden is zeker weten in sport. Dus ondanks dat je op gewicht wil blijven, mag je wel af en toe fris die chocomel. Je kan de witte AA kan je nemen. Ja. Zorg ervoor dat je je appeltje of je boterhammetje bij je hebt. En na het rijden, als het laat is en je hebt echt nog honger, kan je best nog wel een bakje yoghurt of een boterham of een stukje fruit nemen. Ja, precies. Dus vergeet niet te eten, maar eet niet de verkeerde dingen. Dat is eigenlijk de boodschap dan. Ja, zeker. Ja. Oké. Okay. Deborah, hartstikke bedankt dat ik even langs mocht komen en bedankt voor al je tips. Heb je nog vragen of wil je nog informatie, dan kan je haar informatie hier beneden vinden. Je kan ook in de comments gewoon je vragen kwijt en dan ga ik samen met Deborah vast nog wel even doorheen om ze te beantwoorden. Bedankt voor het kijken en bedankt dat we hier mochten zijn. Ja, jullie bedankt. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie er wat aan hadden. Vast. Hey, doei!